Hallo beste kijkers. Daar. En nou hou jij je er buiten en dit keer neem ik weer de afleveringen over. Goedemiddag iedereen, daar ben ik weer. Zelda Play 20, terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Duikplay, die ligt hier nou voor pampers, want ik werd eventjes een beetje moe van hem met zijn gezeur. En ik denk dat ik veel proer ben dan hem. En waarom heb ik hier nog een bottle? Hij zegt dat ik... Nou, maakt niet uit. We hebben dus zeg maar een bos hier waar we dus nou naartoe gaan. Maar er zijn eventjes een paar dingen die ik eerst wil zeggen voordat we met deze aflevering gaan beginnen. Om eventjes mee te beginnen. Deze week gaan er maar 4 afleveringen komen. Dus 1 op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Vrijdag daarentegen. Vrijdag heb ik namelijk een evenement met Gamepit. Dan zit ik in Abu Nai, dat is in Veldhoven. En daar zit ik vrijdag, zaterdag en zondag. Aangezien dat ik dan of Minecraft van tevoren had op moeten nemen en alles moest bewerken, zou ik het toch niet op hebben kunnen nemen. Dus, bleh. Daarvoor heb ik dus besloten om die dagen geen upload te nemen. Nou heb ik het ook heel erg druk gehad de afgelopen weken. Dus ben ik ook zeker van plan om maandag en dinsdag vrij te nemen. En woensdag staat er een hele grote speciale verrassing voor mijn kijkers klaar. Dus met dat eventjes gezegd te hebben, dank jullie wel alvast voor het begrip. Sowieso wil ik de nieuwe kijkers die ook zijn gejoined, ook natuurlijk welkom heten op Zelda Play 20's kanaal. Ik hoop dat jullie het echt, dat de video's en alles goed blijven. En met dat, zonder enig oponthoud, gaan we eigenlijk naar de baas. Want in de vorige aflevering heeft Darkplayer overgenomen en die heeft dus... hij heeft wel de tempel voor ons gehaald, dus daar hoeven we ons eigenlijk niet echt zoveel druk over te maken. Maar goed, we gaan dus naar deze baas en deze baas is een been in de butt. In het poepertje. Nou. Oh, er is helemaal geen baas, we hebben gewoon een car. Helemaal car, een kleine donder. Ja, we moeten... Makar, er staat een plant achter je en daar hebben we weinig zin in. Makar, ren nou weg... Game over. Nee, dit is onze baas. Deze baas is normaal gesproken best makkelijk te doen. Maar aangezien dat we dubbele schade nemen. En voor de mensen die het weten. Ja, ik weet het. Ik zou een extra hardcontainer ook kunnen hebben gekregen met Pieces of Hearts. Maar ik hou wel van een klein beetje uitdaging. Deze baas in Hero Mode is moeilijk. Wat je wilt doen is je wilt een tentakel zeg maar, waar dat hij zich vasthoudt aan het plafond. Die wil je loshakken met je boomerang. We proberen ook zo min mogelijk geraakt te worden door die klote beesten. Daar moeten we dus wel voorzichtig mee wezen. En als je dus alle tentakels geraakt hebt, je moet hier wel een beetje snel mee zijn. Want hij regenerate zijn tentakels ook nog eens een keer. En als je dat gedaan hebt, wil je naar hem toe rennen. Wil je hem slaan. En je wil weg. En ik ben te laat. Dit doet pijn. Dit doet, als ik goed niet vergis, 2 hartjes schade. Dat is gewoon je helft van je leven. Dat doet pijn. Dat wil je niet. Dus ik raad aan om hem maar zo weinig mogelijk, zo min mogelijk te raken. En om dan zeg maar te maken dat je wegkomt voordat hij dus zeg maar dichtklapt. Want dat doet echt pijn. Ja, die schade die interesseert me niet. Want als ik opgevreut... Hallo! Ik vind dat zo irritant, hè? Richten met de D-pad. Verschrikkelijk. Oh, daar komen weer die tentakel aan, hoor. Zo. Oké. Even een beetje voortmaken. Ik vind dit een van de meest uitdagende bazen eigenlijk in het spel. En dat is persoonlijk mijn mening. Heb ik ze allemaal? Ja, ik heb ze allemaal. Oké. Oké, nou we zijn dit keer niet opgevreten door de beest. Dat scheelt weer in ieder geval schade. En dit is echt wel niet die schade, die wil je niet. Auw. Oké, nou wil ik geen enkele schade meer eigenlijk hebben. Nou zou ik al een feetje kunnen gebruiken. Maar ja, een feetje gaat automatisch. Dus daar hoeven we ons geen zorgen over te maken. Maar ik hoop eigenlijk de achievement te halen om geen feetje nodig te hebben bij deze baas. Die achievement, daar ben ik nou eigenlijk voor aan het gaan. Dus hopelijk... Gaat mij dat ook lukken. Oh, en het is me ook gelukt ook. Oké, ik ben trots. Je kunt veel zeggen, maar ik ben trots. Ik heb het wel gedaan. I did it. Niet Darkplayer. Zo.
Dus ja, ik had in de reacties gelegen, Darkplay, ja, het is ondertussen wel een karakter die dus al vaker voor gaat komen. Maar maak jullie geen zorgen, jij gaat niet heel mijn kanaal overnemen. En hij zal wel wat misschien af en toe een keer langskomen. Maar goed, voice acting tijd. Swordsman, are you the one who rescued me? You have my thanks. When all went dark around me, I thought my time on Earth was over. But why are you here, swordsman? What? The Great Deku Tree sent you? Oh, that's right. Today's the day of our annual ceremony. Oh, I'm in trouble. I shouldn't be here. I must get out of here immediately. Nou, ga dan weg. Wij hebben een nieuwe hartcontainer en dat brengt ons hart totaal op 5. Wat eigenlijk best wel handig is, aangezien dat we dubbele schade nemen. Ik ken niet vaak genoeg zeggen dat we dubbele schade nemen. Heb ik jullie al verteld dat we dubbele schade nemen? Ik bedoel, wist je dat je hier dubbele schade neemt? Ik zeg maar even. Dus. Ondertussen pak ik heel even mijn speakbriefje erbij, want we gaan dadelijk weer naar de grote oceaan. Maar eerst voice acting tijd. Oh, Makar, you have returned safely. I'm sorry, Great Deku Tree. I know you warned us many times, but still I did not listen. Do not worry, Makar. You are safe now. Just be more careful from now on. You have done well, Stefan. I must thank you for your brave deeds. Here is that which I have promised you. Please accept it. Ik moet zelf blijven. Hey, kijk, een groen balletje. You've received Faror's Pearl. The Earth Spirit, the Deku Tree has now given it to you, a jewel, blah 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 blah. Juist. It is my hope that this pearl shall lead you to a fair destiny. All is well, Makar. Do not cry. Please, play your song for me as you always do. Ja, ik wil Riverdance. Oh, that's right. We must begin our ceremony soon, before the day ends. I'm sorry to keep you all waiting. Let the ceremony begin. Oh, great Stefan. Ja? As my thanks to you, I shall play even harder than I normally do. I hope you enjoy it. Oh boy, here we go. This year we have once again produced some splendid seeds. With these seeds, we will continue to spread the new forest across the great sea. Let us go, Koroks, to the sea! To the Batmobile! See you all next year! Bye-bye! Take care! Farewell, great swordsman. May the winds of change bring us together again someday. Ja, doeg. Hartstikke gezellig. Nou, dus we hebben nu de Wind Pearl. Dus laten we maar naar de King of Red Lions gaan om te kijken wat hij nou te melden heeft. Nou, dat we dus die Pearl hebben. Nou, McCarty is alweer bezig met het oefenen met zijn viool. Met een kloot viool. Ja. Normaal gesproken krijg ik heel erg vaak van, ja, je houdt rekening met je taal. En dan dat soort dingen, daar komen er dan weer wel in. Hoe zit dat dan precies? Nou, ik vind sommige dingen, dat moet op zich wel kunnen. Ik bedoel... Natuurlijk, met scheldwoorden moet je altijd rekening houden. Tenzij dat het iets te maken heeft met verzonnen dingen zoals vullingen voor een inpen. Zoals ik dat zo mooi zei bij... nou ja, dat zei ik niet. Dat zei Darkplay, maar dat maakt niet uit. Dus nou, wat je eigenlijk eventueel zou kunnen doen, is je zou nadat je hier bent, zou je nog een Blue Potion kunnen laten maken. Maar aangezien dat ik 2 fairies bij me heb, denk ik dat ik wel goed zit. En ik ben al eigenlijk heel erg trots dat ik de fairies niet nodig heb gehad. Dus het eerste wat ik heel eventjes ga doen, is ik heel eventjes op mijn map heel eventjes de kaarten opengooien.
zodat we het tegen kunnen komen. Ja, ik weet het, op het tv-scherm, daar staat het dan heel eventjes stil. Maar ja, jullie weten ondertussen wel hoe dat de drill werkt. Maar wat ook een heel nieuw systeem is, we hebben hier een dansende postbode box dinges ingooi. We hebben hier een dansende postbus. Dus wat je wil doen is, je wil ermee praten. En dan krijg je, good evening, letters for seven, we have one letter. Here's your letter. En dan krijgen we dus zeg maar post. En dan krijgen we dus een brief van, wie is dit? You are reading this letter, I can only mean we picked in the pickboxes. Oh, dit is van onze postbootman, onze vogel. Dus die legt hier eigenlijk uit dat op het moment tot, tot je, hoe heet het, de brievenbus checkt. Als die aan het dansen is, dat je dan iets krijgt. Nou, zoals je dus hier ziet, hebben we onze vierde piece of heart gekregen. En die krijg je dus automatisch als je dus zeg maar de eerste brief ontvangt van de vader van Komali. Dus zeker handig om daar de piece of heart te krijgen. Nou hebben we dus 6 hartjes en voel ik me dus een stuk veiliger. Oké, okay. Hi! So, this place too has been attacked by Ganon. Could he already be regaining his power? Stefan, you must get the remaining pearl. It lies in a place northwest of here. We must set sail immediately. Oké, okay, dus wat hij hier zegt is dat er inderdaad het een en ander nog wat je hier zou kunnen doen. Waar we dus naartoe moeten op de kaart. Ik ga het nu heel eventjes op de kaart laten zien waar dat we naartoe moeten. We hebben hier de kaart en we moeten om precies te zijn naar dit vakje. Dus dan ga ik heel eventjes op mijn speakbriefje kijken. En nou zie ik zie wat ik kan zien en ik zie het goed. We staan nu hier. En ik wil eigenlijk eerst hier naartoe varen. Want daar zit eigenlijk iets wat ik voor elkaar wil krijgen om eerst heel eventjes te doen nadat wij de boomerang hebben. En vanuit daar wil ik dus zeg maar hier naartoe varen. Omdat daar ook nog een secret zit die we gelijk mee kunnen nemen. En dat zit eigenlijk best dicht bij onze bestemming. Dus ik zie jullie allemaal op het moment als ik hier ben. Tot zo. Oké, jongens, we zijn heel eventjes terug en ik heb heel eventjes een detour genomen. Zoals jullie dus nou eventjes heel snel zien, sta ik onderin de kaart. Omdat hier namelijk ook iets zit wat we op dit moment al mee zouden kunnen nemen. En dacht ik van, ik pas mijn route een klein beetje aan. En ik ga eerst hier naartoe. Dus Smurfish, als jij heel eventjes je mond in kan houden, dan ben ik daar ook weer tevreden over. Goed, wat we hier aan het zoeken zijn, dat is een plek. Dus ik ga heel eventjes de windrichting veranderen, zodat we wel even een beetje rond kunnen zeilen. Oh. laat ik hem naar het zuidwesten doen. Wat we hier namelijk op zoek zijn, is weer zo'n houten onderzeeër. Waar we dus zeg maar weer heel eventjes naar gaan zoeken. Er zou er hier een moeten zitten. Dus het is gewoon een kwestie van eventjes goed uit je dop kijken. Plat gezaagd. Ah, kijk, wat hebben we daar? En dit is namelijk niet zomaar de onderzee waar ik het over had. Weten jullie nog over de onderzee waar ik het over had? Dat we konden farmen voor Joy Pendants, wat later heel erg handig is in Windfall Island. Dat is hier, je hebt hier 4 rafts. En in die 4 rafts, daar hebben we alle 4, ze hebben ze zo'n beest. Nou, wat je dus wilt doen voordat je de submarine ingaat, is je wilt dus eventjes langs al die 4 die eilanden, om heel eventjes te jatten. Dus, ik hoef alleen maar dingen te jatten van hun, dus ik bedoel, ik doe liever deze sidequest voordat Dark Player er weer bij zit, weet je wel, want die heeft zo'n hekel aan die pendant, dus daarom dacht ik bij me aangaan, laten we dit dan maar gewoon allemaal nu doen. Je hoeft die beesten nog niet eens te verslaan, je kunt gewoon lekker een rondje zo zwemmen. Dit hoef je ook maar een paar keer te doen, volgens mij had je er maar 40 nodig, want 80 dat was hier niet nodig, zoals in de gewone versie had je er, ik geloof 80 nodig of 40, ik dacht 40 maar, weet ik niet zeker. Maar goed, het is in ieder geval belangrijk, want dit is namelijk nodig om het spel helemaal uit te kunnen spelen. Dus ook al ga je niet voor 100%, dit is nodig. Nou, zonder enig op onthouden gaan we natuurlijk hier eventjes kijken wat hier binnen te halen is. En vergeet niet, we gaan deze dingen in. Ja, het is in HD en... Oké, het zijn alleen maar moblins, dus echt bang ben ik er niet voor. Want ja, die slaan we gewoon helemaal zo naar de sodomieten. Daar hoeven we echt niet bang voor te zijn, dat zijn slaaien. Dank je. Goed. Dus het is weer een paar monstertjes verslaan. En natuurlijk krijgen we dan weer een reward. Maar wat voor een reward, dat weet ik niet precies uit het hoofd. Maar ja, gratis stuff is altijd goed. En die vervelende Zubats, die moeten maar eens opdonderen. Want ik word er helemaal moe van. Auw, je ziet, ik word weer... Ik krijg weer... Jij mag mij niet slaan. Pas erop, hè. Alleen Zubats mogen me raken, want die zijn gewoon irritant.
Dankjewel. Oh ja, natuurlijk. Ik kan ook voor jullie een joypen jatten. Doei! Sorry, helemaal vergeten. Vind ik even als ik niet erg dat ik je joypen jat. Sta eens op. Nee? Luiwammers. Oké, okay, nou als je dat dus gewoon gehaald hebt. Oh, jullie hoefde ik nog niet eens. Nou, sterk dan. Als je dat dus zeg maar allemaal alle vijanden verslagen hebt, dan komt er weer zo'n ladder naar beneden. En dan kun je hier naartoe komen. Dat ding gaat automatisch aan. Je hoeft geen stokken te hebben hoor. Het zal wel heel gemeen zijn. En dan hier vind je een... piece of heart! Nou, dan hebben we dus al op dit moment 5 pieces of heart. Wat dus eigenlijk al heel erg goed is. Dus daarom is het zeker handig om te weten dat je hier ook nog heel eventjes langs kan gaan. Nou, dan verzeker Fortress. Wil je hier eerder naartoe gaan? Dan stopt de King of Red Lions je sowieso. En dan zeg je dat je de verkeerde kant op gaat. Ja, ja, ja. Gaat hij alleen maar lopen zeuren. Dus, aangezien dat we niet meer in een tempel zitten, is het natuurlijk weer hartstikke gezellig om dus weer eventjes onze selfie erin te gooien. Want dat vinden jullie hartstikke leuk. Yeah! Sorry, ik heb nog een beetje hoofdpijn van die ene baas. Maar dat maakt niet zoveel uit. Dus ik denk jullie allemaal voor het kijken. Kijk naar dit geweldige beeld achter mij. Dat is natuurlijk zeker geweldig om dat allemaal te zien. Dus ja, ik hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD! Yeah! Dus ja, laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En heb je een leukste momentje, laat het weten in de reacties. Ik ga nog heel eventjes een paar van die beesten verzamelen. Van die joy pendants. En hoop jullie morgen dan allemaal te zien. En hou eventjes rekening met die update. Dankjewel. Dus doei! Yay. Jullie zijn awesome!